trouwens omhoog zitten. Hé, ik zit omhoog toch? Waarom voel ik me altijd de langste naast jou? Ja, ik ben gewoon klein. Ja, maar ik ook. Ik ben zin even lang. Ik zit dat ingezakt, denk ik. Ja, ik zit altijd in. Zo. Grumpy. Ja. Jongens, het gaat niet goed. We hebben druk. We hebben druk. Ik ben zo moe. We zijn echt... Ik ben echt gesloopt. Ja. We zitten er eigenlijk enorm doorheen. Ja. Het is vandaag 5 over 6. 5 over 6. Het is 10 juni. Oh, sorry. Geef niet. En 5 over 6, we waren 8:30 op school en we hebben een hele lange dag met allemaal overleg en lessen. En, ja, we hebben onze laatste terugkomdag gehad en dan doe je gewoon... Ja, dan krijg je een soort van tips hoe je het nog beter kan doen en eigenlijk... Komt het allemaal te laat? Ja, hoor je dan eigenlijk beter te voelen, maar wij voelen ons altijd zeer gedeprimeerd na zo'n dag. Dat je denkt, nou, die voldoende, die ik weet niet verder. Waar die is, maar niet in handbereik, zeg maar. We zijn gewoon echt heel erg moe en we hebben nog een to-do-lijst van hier tot Gunther. En echt, wij doen echt nooit zielig, maar vandaag hebben we het wel even zwaar. Vandaag hebben wij het recht om echt super zielig te doen, vind ik zelf. Eindexamen van de HAVO, inclusief bijbaantje, stress van ex-vriendjes die het uitmaakt, er was er echt niks bij. Ja, jullie proefwerkweken, toetsweken, examens, ik zou 1000 keer met je willen ruilen als jij mijn case study en mijn stage afrondt en mijn intervisieportfolio maakt. Maar ach. We houden de moed erin, maar goed, lang verhaal kort gemaakt is dat we het gewoon echt even niet kunnen opbrengen om echt nog heel veel tijd te steken in updates, hoe graag we het ook zouden willen. Ja, we hebben echt wat dingen om te laten zien en ik kan je zeggen, shopdrang is nog nooit zo hoog geweest, maar het is geen tijd om te shoppen. En geen tijd ook gewoon geen tijd om een review, om leuke foto's te maken en daar balen we echt gewoon. Ja. We balen ervan. We vinden het rot. We balen. Echt waar. Echt waar. Echt heel rot. En we hebben nu nog tijd gevonden om een filmpje te maken van lalala, leuk filmpje. Ja. Want dat missen we ook wel. Ja, want we wilden jullie ook gewoon even laten weten hoe het met ons gaat. Ja. En dat het gewoon een beetje rustig is de laatste tijd. Omdat het gewoon zo druk is. Ja. Want hierna gaan we weer verder. We gaan zo eten en dan gaan we misschien weer verder. En anders gaan we morgenochtend vroeg weer verder. Met onze case. En helaas is het ook geen goed licht meer om foto's te maken, anders hadden we dat nog kunnen doen. Maar voorlopig bestaan onze dagen uit stage, magnetronmaaltijden, noedels, stage, nachtwerk. Pizza. Bloksplotten, histogrammen, konden voor Smirnoff proeven. Ja, gat. Wij moeten nog een leuk praatje houden op onze presentatiedag. Wij zijn zo gek dat, althans, zij stak de vinger weer eens op dat ze een praatje wilde houden. En ik eigenlijk ook wel bedacht, ja, waarom moet ik zij is altijd dan eerst de scheiterig en dan doe ik dus. Dan zeg ik, ja, dat gaan we doen. En daarna dan vind je het wel leuk, hè? Ja, dat vind ik, ja, het moet maar, hè? Nee hoor, ik vind het hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ja, daar hebben we wel leuke ideeën voor, want eigenlijk willen we leuke stukjes filmen daarvan, maar dat terzijde. Ja, we hebben in ieder geval dit filmpje wat je kan verwachten als het weer rustig is en wanneer is het rustig. Ja. Over, nou ja, volgende week, we moeten hem de 20ste inleveren. Dus tot de 20ste zitten we nog helemaal even ons helemaal op te vreten van de stress. Dan hebben we de 30ste eindevaluatie van stage. 27, ja, klopt. Ja, en dan hebben we het. Dan begint het rustig te worden. Dan ga ik eerst 1 juli nog verhuizen. 1 juli gaat zij verhuizen. Ga ik in 1 dag. En dan kunnen we misschien. Dan gaat het van start. Die zaterdag of zondag, als je net verhuisd bent, een roomtour doen. Ja, dat duurt nog wel even. Want we moeten wel. Ja, die roomtour komt sowieso. Of eigenlijk die house tour, want dat willen jullie zo graag. Maar die komt dan in mijn nieuwe huis. Je wil niet weten hoe onze huizen er nu uitzien, namelijk. Verhuisdozen. Kaasvlindersverpakking, Choconelli, want van stress ga je vreten, dat kan ik je zo zeggen. En er staat een afwas die groeit met de dag. En we doen echt ons best, ik hoop dat jullie dat wel weten, om echt zoveel mogelijk nog dagelijks te updaten. Vooral Willemijn doet altijd, ik loop gigantisch achter. En ik moet alle kortste eindjes trekken om het bij te benen. Dus we proberen het echt wel. Maar nou ja, als het een keer niet lukt, alsjeblieft wees niet boos. Want we doen ons best. Maar... En kijk alsjeblieft naar leuke oude artikelen. Toen in onze betere dagen. Want ik laatst was een artikel uit de oude doos. Dat vonden jullie volgens mij best wel leuk. Oké, wat kunnen jullie de komende tijd verwachten? We hebben een aantal nieuwe dingen geshopt. En nou, Martine heeft iets heel grappigs. Ja, laat je daar maar mee beginnen. Laten we daar mee beginnen. Want? Ja.
Daar gaan we. Nou, mijn zus is op vakantie geweest in Thailand. En zoals je weet is Thailand ook een soort van shop Valhalla voor enorm goedkope make-up en vooral fake make-up. Dus aangezien wij altijd van die MAC monsters zijn, had ze natuurlijk iets van MAC meegenomen. Maar wel nep. Nep? Dat is hartstikke echt. Kijk dan. Maar dat wist ze natuurlijk wel. Ja, je moet even vertellen hoe dat nou was daar. Het was heel leuk. Het zijn gewoon mensen die zitten op een markt. Het was gewoon een man die zat daar op zijn kleedje. En die zei van, real Mac. Voor 3 euro. Ja, het is absoluut niet echt. Want het heet ook 12 Colors Eyeshadow. Mac heeft nooit paletten volgens mij. Van 12? Nee, ze eten sowieso nooit zo. Daarnaast zit er een sponsapplicator in en die heb je wel nodig. Mac ook nooit. Nee, maar je hebt hem wel echt nodig. En de vorm van het doosje. Mac heeft alleen maar vierkante doosjes. Dit is een soort vierkant met ronde hoeken. Dus dat is een beetje, typisch. En er zit hier dus ook een sponsapplicator in en een spiegeltje. Nou, dus dat staat Mac op heel klein. Dit zijn dus de kleuren. En je ziet dat ze zijn een beetje kruimelig zijn. Maar ik kan je wel vertellen dat ik hem heel vaak gebruik. Ik heb soms echt geen tijd om make-up te doen. Dus ik heb een toilettasje mee. En daar zit deze in. En met sponsapplicator kan je het wel goed aanbrengen. En zijn ze wel echt goed gepigmenteerd. En ze blenden heel makkelijk. Ja, ze zijn wel heel mooi. Ze zijn wel heel mooi. Deze. Ja. Hier. Zie je? Check. Dus op zich, het is wel heel mooi. Het blijft ook gewoon met een goede primer eronder. Blijft het echt de hele dag zitten. Dus hier krijg je nog zwartjes van te zien. Maar je veegt het er wel snel af. Je veegt er snel af. Maar je moet gewoon niet, je moet niet zo in je ogen zitten wrijven, want dan is het weg. Maar in ieder geval met een goede primer blijft het heel dag zitten. Dus je krijgt nog zwartjes te zien en een ooglookje mee. Want het is gewoon echt te hilarisch. Want het is gewoon echt lachen. Ik zal vragen aan mijn zus of ze die foto wil sturen van die man. Ze heeft er een foto van gemaakt. Die had allemaal Mac dingen liggen zo voor hem. Met allemaal, alles wat Mac ook eigenlijk heeft. Alleen dan fake. Ik zal vragen of ze die foto stuurt, dan doe ik die erbij. Dan kan je het zien. Maar, ja, oh, geweldig. Dat komt eraan. Nou, verder. Gaan jullie binnenkort een review kunnen verwachten van de kliniek Daily Solutions... Oh nee, Redness Solutions Daily Protective Base en SPF 15 heeft hij. Ja. En het is een groene primer. Jullie hebben hem al kunnen zien in mijn daily routine. Ik ben er nog niet uit. Nog steeds niet. Ik vind hem fijn, maar is hij de 23 euro waard? En werkt hij ook echt heel erg goed? Ja, dus ik heb hem ook. Ja, jij hebt hem ook. We gaan misschien een duo review erover schrijven. Of in ieder geval dat Martien ook een stukje er mening even indeelt. Want we hebben ook een blote billen gezicht van mijn gezicht. Zonder make-up en alleen met een deel. Ja. Dus. Ja, wat vind jij ervan? Ik weet niet. Ik heb hem vandaag ook op. Maar ja, moeilijk. Zou jij hem opnieuw kopen? Ik heb hem al heel lang. Eigenlijk. Ja. Dus ik weet niet, ik doe er ook al heel lang mee, want je hebt er niet veel van nodig. Maar ik had hem eigenlijk voor een vlek die ik heb bij mijn lip. Maar ja, om dan te zeggen dat hij echt daarvoor helpt, nee, dan kan je beter een hele goede concealer kopen. Want ja, daar doet hij geen bal voor. Ja, ik vind het moeilijk. We gaan er nog even over studeren. Ja. Ja, goed. Jouw producten? Van de Boosie Shop had ik een bestelling van NYX lipsticks. Ik heb er eentje op mijn lippen trouwens. Dat is... LSS 737 in Rose. Nou, wel een mooie. Zit ik zo? Ja, ik vind hem leuk. En ik had er nog eentje hoor. Dus deze twee. Dit is die warme, die ik op mijn lip heb. En dit is een koele. Dit is Jam. En er zijn al heel veel meisjes die hadden gezegd... Oh, Martina, die is echt super vuil en niet normaal. Maar ja, mensen die Candy Yum Yum hebben weten wat vuil is. En dit valt dan best nog wel mee. Want ik had hem samen op mijn hand geswatcht. Dacht ik, nou... Candy Yum Yum is nog wel een graadje erger. Maar deze is inderdaad... Het is wel ik snap wel, het is wel wat mensen bedoelen. Ja. Ja, ik snap het ook wel. Kijk, hij is gewoon heel erg roze. Maar het is gewoon super roze. Het is gewoon heel roze. Maar lekker roze. En ik had er dus nog een, zit in mijn spijkerjasje. En dat is een soort... ja, huidskleurige met ook een beetje roze tint erin. Dus Indian Rose, zei je? Ja. Ja. Indian Pink. Indian Pink. Indian Rose, Indian Pink. Weet niet meer. Maar die krijg je ook nog te zien en full face foto's ervan. Want dat vinden jullie ook leuk. Komt er ook nog aan. Ja. Nou, verder voor mij komt er aan een review van dit potloodje van MAC. Een lippotloodje in... Oh, heb je in Zink. En dat is een nude, peachy kleurtje, rozig-achtig lippotloodje. Die heb ik ook nieuw, want Beat van MAC, die beviel me eigenlijk zo goed. Zoals je ziet, een beetje nude. Beviel me eigenlijk zo goed, dat ik dacht, ik wil nog wel een lippotloodje van MAC. En dit is een beetje eentje die mijn lippen een beetje mooi nude maakt. Gaan jullie een review over krijgen? Krijg je een review?
Daar gaan jullie een review van lezen. Je krijgt een review, een cadeautje erom strikt van. Zo uit je computer komt dan een review. Oké, en jullie gaan van dit pareltje reviews. Ja, wat een parel. Laat ze mij een beetje zien onder een workshop. Nee, onder een college. Dacht ik, oh god. Dit is de Yves Saint Laurent Nude Beige Rouge Volupt Lipstick. Oh, en deze wil ik al zo lang, jongens. Deze wilde ik al zo lang. En toen zag ik hem op allcosmeticswholesale.com voor 20 euro ongeveer. En toen dacht ik... Zwartje is op je hand. Ik koop hem. Ik zal hem in zwartje. Heb je hem al, je hebt hem al opgehad zeker een keer? Uiteraard. En? Oh, als boter. Echt waar? Het is bij mijn lippen vrij nude. Ik vind hem wel ietsjes peachy voor mij. Ik doe hem ook niet helemaal dik mooi. Op. Ik doe hem wat meer deppend op. Dan krijgt hij iets... Mooi zeg. Ja, het is echt heel erg mooi. Echt net boter. Bij, wat je aan hebt, denk ik, vandaag. Ja. Ja. Wow. Nee, hij is echt super fijn. Ja. Ik wil er ook een. Ja, hij is echt... En ik wil ook graag nog de velroze hiervan. Ja, dat kan ik me voorstellen. En er zit een spiegeltje in, dit. Wel knap dat je dat dan koopt, zo'n dure, zeg maar, zonder dat je echt weet. Maar ik had hem wel eens in de winkel gezien. Oh, toen had je hem ook al een keer... Ja, en zwartjes op internet. Oh, ja. Ik kan wel zeggen, want dat lijkt me wel eng omdat... Ben gek Henkie niet. Kijk, met niks kan je het nog wel doen, maar met Yves Saint Laurent, wat is... Ja, jongens. Nou, we hopen dat jullie het even een tijdje kunnen stellen. Onze drukte. De Disman's Favorites van mij, die hebben jullie gewoon compleet gemist. Dat komt omdat we te druk hebben. En we doen dat altijd samen. Dus dan moet Martine altijd bij mij komen of ik bij haar. Dan moeten de producten mee. En dat is gewoon iets wat we moeten plannen. Zoals vandaag zagen we elkaar. Maar ja, dan... Ja. Dat lukt niet. Niet benaderd. Dus ik denk dat we het maar zo doen. Dat we hem voor mij eigenlijk een beetje overslaan. Dat we het samen voegen met juni. Mei en juni. Dan krijgen jullie gewoon een extra grote en dan laten we jullie gewoon wat meer zien. Ja. Denk ik. Ja, want eer dat wij weer bij elkaar lang genoeg de tijd hebben om This Month's Favorites te doen en zeg maar dat we ook kunnen afspreken en overleggen en bewerken, dan is het alweer lang juni. Dus dan loop je een maand achter. Dat is ook niks. Ja. Dus dat wordt om gewoon. Het is voor ons het beste om het gewoon een beetje rond eind juni, begin juli te doen. Want dan is het meeste gedeelte achter de rug van alles. Ach, wat heerlijk. Nou, en mochten jullie dan nog alvast suggesties hebben voor de zomer. Want in de zomer hebben we uitgebreid tijd. En zijn we van plan ook weer nieuwe dingen te proberen en weet ik het wat. Mochten jullie leuke ideeën hebben voor ons. Nou goed, mochten jullie ideeën hebben. Deel ze met ons, dan kunnen we misschien leuke dingen doen. Ik krijg nog een daily routine. Nou, dat heb ik ook mensen gehoord dat ze die van mij willen zien. Oh, en jij moet je gezichtsproducten optellen. Want nou heb ik met mijn ik ben met mijn billen bloot gegaan. En nou mag jij ook, dametje. Ja, dag. Ik had een behoorlijk hoog bedrag. En nou mag jij ook. Doe jij ook echt crème zo wat je opsmeert? Nee, die heb ik niet gedaan. En kan je nagaan, dan kom je nog tot 304. Ik weet het ook niet, maar... Oh, ik ben ook even vergeten. Ik heb ook nog een Bobbi Brown concealer gekocht. Oh ja? En die is ook goed. Een ivory of zo? Yep. En? Love it. Ja? Love it. Is jou aanraden of niet? Ja. Maar hier in Nederland zijn ze wel duur. Dan zijn ze €25 voor één klein potje. Zo groot. Zo. Hoe wist je dan wat de goede kleur voor jou was? Ja, dat heb ik gegokt. Ja? Ja. En die was goed? Ja. Perfect. Dus, komende tijd, Yves Saint Laurent, Bobbi Brown, MAC. Nou ja, MAC en MAC. Het is wel van MAC. Nix. En dat is het. En verder. Ja, volgens mij ook. Gaan wij nu weer lekker hard aan de bak. Lekker. Ja. Lekker. Ja. Lekker. Oh, we hebben nog ontzettende leuke nepwimpers. Nepwimpers! Jullie krijgen nog een keer een klungel filmpje te zien dat wij samen nepwimpers om doen. Dat leek me wel leuk, want wij zijn allemaal een beetje van die klunzen. Kijk. Maar ze zijn wel super kik. Ik wil er echt een smoky, dikke smoky eye bij maken. En dan zo'n vette wimper op doen. En deze. Ja, van Nonpareil Boutique zijn ze. En deze. Echt super tof. Ga gewoon ook uitproberen voor jullie. We hebben in ieder geval volgens mij alle 2-3 van die setjes. Ja, we hebben alle 2-3. Geweldig. Dan gaan we een love leuks mee doen. Ja, in ieder geval een look mee laten zien. Want ik wil echt van die hele dikke, vette wimpers met zo'n smoky eye. Ja, deze. Dat heeft me altijd zo... Het lijkt me gewoon zo leuk. Om gewoon zo... Dus het komt ook in, hè, van die spinnenpoten, toch? Zo'n soort... Ja, klopt! Ja, dat komt in, hè? Trend. Ja, joh. Brand. Ja. Spinnenpoten. Nou goed, oké. Okay. We zijn weer helemaal hyper de pieper. Dat komt omdat we gewoon back-off zijn. Ja. Een plukje. Nou, zielig plukje. Ach. Jongens.
mee stoppen. Niet met de site hoor. Nee, sorry. Ik moet filmen. Stoppen ermee. Helemaal zat. Helemaal klaar. Ik wil niet meer naar school. Ik wil gewoon aan beauty werken. Ja, dat was echt goed. Oké. Nou, jongens, spreken jullie snel. Succes nog met examens of zijn die afgelopen? Succes met toetsweken. Andere mensen die scripties maken. Succes met gewoon naar school gaan. Succes met de uitslagen van je examen. Geniet van je vrije tijd. Dat is het altijd het heerlijkste moment. Vrije tijd. Heerlijk. Wachten tot je uitslag hebt. En dan kan je... Nou, uitslag heb. De uitslag van je examen dan. Ik heb uitslag. Ik heb zo'n uitslag. Wacht tot je uitslag hebt. Oeh, ik krijg het. Deze blooper moet er echt in. Die is echt epic. Nee. Wacht tot je je examenuitslag hebt. Dat is dus geen echte uitslag. Je bedoelt uitslag van de examen. Ja, die krijg ik ook wel eens. Wij krijgen momenteel ook permanente case-uitslag. Ja. Oké, jongens. Bedankt voor het kijken. Tot gauw, lieverds. Tot gauw, we missen jullie. Doei!